Bij het nieuwe merk Cupra is het nog even zoeken naar waar het merk precies naartoe wil. De nieuwe Formentor is een geslaagde crossover, in zijn soort als sportief rijdende auto zeker geslaagd. En bovendien is het merk van plan om de dikke 5-cilinder turbo van de Audi RS3 in die auto te leggen. Dus dat belooft een hoop goeds. Maar aan de andere kant zit er een heel belangrijk elektrificatieverhaal aan het merk. Zo komt er de Cupra Born, op basis van de L-Born Concept Car, een volledig elektrische hot hatch. En het merk heeft een plug-in hybride aandrijflijn in de aanbieding voor zowel de Formentor als deze Leon. Hier staat hij ook als PHEV 245 pk, we kennen de aandrijflijn van de Golf GTE. Heel kort over de buitenkant, wat mij betreft goed geslaagd. Die kleur helpt natuurlijk wel. Hij ziet er dik uit zoals een Cupra behoort te zijn. Ik heb ook veel bekijks onderweg, valt me op met overwegend positieve reacties. Hij kan al het koper, wat tegenwoordig een beetje de merkkleur is geworden, goed hebben. Helaas wel zijn de dikke uitlaatjes nep, maar dat zien we wel vaker tegenwoordig. En dan het rijden. Ik moet zeggen, in aanleiding van de vorige generatie Golf GTE was ik behoorlijk sceptisch over deze auto. Want ik heb toen een introductie gedaan. Ik weet nog, die Golf werd toen verkocht als, ja, het is gewoon een GTI met een stekker. Het ging rijden. Ik denk, nou nee, dit is gewoon een Golf met een sportonderstel en een stekker. En misschien veel vermogen, maar zeker geen GTI. Dus zou dat voor deze Cupra hetzelfde betekenen? Maar we beginnen positief en ik ben blij verrast. Hij stuurt echt lekker sportief. Hij is laag. Je merkt aan de voorwielophanging hebben ze veel gedaan. Hij stuurt goed in. Hij ligt daardoor echt goed op de weg, heeft veel grip in lange doordraaien en op hoge snelheidsbochten en zo. En vooral die neus, hoe bijterig het is, dat heeft me positief verrast. Veel minder onderstuur dan je verwacht. En bovendien in deze kou, als de bandjes nog een beetje koud zijn, dan merk je dat die achterkant heel erg bereid is een stap opzij te doen. Waarmee je dus als je je gas loslaat en je ramt hem een bocht in, dan komt die kont lekker om. Nou ja, dan ben je in elk geval aan het rijden zoals met een Cupra bedoeld is. Dus dat is hartstikke goed. De sturing is fijn progressief, ik vind het goed genoeg. Beetje wat ik van Volkswagen Groep producten verwacht. Bijvoorbeeld in de Ford is de communicatie nog wat beter, maar dat mag de pret niet drukken. Maar dan, waar ik wat minder enthousiast over ben, is de aandrijflijn. Daar heb ik namelijk behoorlijk wat ruzie mee. We hebben 116 elektrische pk's, daarmee kan je tot 130 elektrisch rijden eventueel, tot laten we zeggen 40, 50 kilometer zelfs, als je de accu vol hebt opgeladen. Er zit een soort, een neproffel dan komt door de speakers om aan te geven als je toeren maakt. Dat is dan een beetje dat ik denk, ja, het klinkt een beetje geforceerd. Maar wil ik vervolgens die volledige 245 pk hebben door ook die 1.4 turbo aan de slag te laten gaan, dan heb ik te vaak ruzie mee om die motor aan de praat te krijgen. Dan slaat hij soms weer uit en dan rijd ik weer op elektrokracht en dan moet ik plankgas geven en dan slaat hij aan. En dan heb je al genoeg power op de tussensprint. Want met net over de 6 seconden en 100 is hij echt snel zat, dus dat is het probleem niet. Maar de manier waarop ik toegang heb tot dat vermogen, dat is soms net niet, ja, daar heb ik soms niet genoeg controle over en dat ergert. De combijt is natuurlijk wel zwaar, want die accu zit erin. Dan zit ik dik over 1500 kilo en dat voel je ook wel in bochten en met aanremmen. Hoewel ik moet zeggen dat ze hun best hebben gedaan met ondersteltechnieken om dat zoveel mogelijk te verbloemen. En in zijn geheel moet ik erg denken aan twee andere auto's, allebei hybrides. Eén plug-in die ik eerder heb getest, sportief, de Lexus LC500H en de BMW i8. Namelijk allebei auto's waar wel wat over te klagen valt, maar die ondertussen toch proberen richting de toekomst hoop te houden dat er nog steeds sportieve modellen kunnen zijn. Terwijl gewoon normale brandstofmotoren moeilijker en moeilijker worden in de markt te houden, zeker in Nederland. Die Lexus die was gewoon niet geslaagd. Die aandrijflijn, die hybride aandrijflijn, die deugde gewoon niet voor die auto. Dat is veel te indirect en je kan dan wel rond de 300 pk vermogen hebben. Het zonde van de koets, prachtige Lexus, zonde van het onderstel. Moest je gewoon niet doen. Die i8 daarentegen, die was best wel goed geslaagd. Ook daar was het grootste probleem was de controle over de input van je gas, zeg maar. Ja, soms hoe die krachten werden verdeeld had je niet door. Maar hij lag super goed op de weg. Hij reageerde lekker fel door die elektromotoren. En dat was daardoor een echt sportieve auto. Nou, die Cupra zit wat mij betreft een beetje tussenin. Ik vind het rijden en de besturing vind ik boven verwachting. Ja, hij is zwaarder dan de gewone Cupra 300. Maar dat is even wat het is. De aandrijflijn, ja, de power zit erin en als alles aan is, dan heb ik ook goed direct de gasrespons. Alleen ik ben soms te veel in de ruzie om het naar boven te krijgen. Nou, het slechte nieuws is, dat is slecht. Het goede nieuws is, het is ook niet iets wat onoverkomelijk is. Het lijkt me te verhelpen als ze daar wat meer aan gaan tweaken en wat meer oefening krijgen. Ja, gewoon een Cupra 300 met 2 liter benzinemotor is hoe dan ook de betere auto. Je hebt meer vermogen, je hebt hele goede gasrespons. De auto is een stuk lichter. En dan kan ik even zeggen, daarmee is deze flut. Maar laten we wel wezen, in Nederland met BPM, deze auto, lekker dik uitgerust, 45.000 euro. Een beetje dikke hot hatch in Nederland tegenwoordig. 60.000, 65. Ze worden steeds onbetaalbaarder.
En wat Cupra dan ook probeert, is met een auto als dit, ook voor de toekomst, het hele idee van de hot hatch mogelijk te houden. En dat die dan niet helemaal geslaagd is, denk ik, nou ja, dat is dan glas half leeg. Ik zie wel genoeg potentie om er voor de toekomst echt nog wat leuks van te bouwen. En op die manier houden we in elk geval hoop op het feit dat de leuke auto's blijven.